De 72-jarige cultuurantropoloog en kapitein van het dorp Santigrong, Salomon Emanuels, is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Salomon stond bekend om zijn onvoorwaardelijke toewijding aan onderwijs, mensenrechten en gemeenschapsontwikkeling. Na zijn opleiding begon Emanuels als leerkracht in verschillende regio's van Suriname en keerde uiteindelijk terug naar zijn geboortedorp Santigrong. Hij bleef zijn passie voor onderwijs volgen als docent aan de Anton de Kom Universiteit, waar hij zijn kennis en ervaring deelde met een nieuwe generatie. Na zijn werk in het onderwijs speelde Salomon een cruciale rol in het opsporen van de Moiwana-graven en zette hij zich onvermoeibaar in voor mensenrechten. Emanuels was actief bij organisaties zoals het NGO Forum en Moiwana, waar hij zich inzette voor gerechtigheid en maatschappelijke verandering. Zijn inspanningen voor Santigrong waren eveneens opmerkelijk. In september 2024 vertelde hij in een interview met ATV voor het programma Eenheid in Verscheidenheid welke rol een kapitein speelt binnen zijn gemeenschap. Een kapitein wordt in eerste instantie een leider van een groep, een leider van een familie, van een B. Dus de kapitein wordt opgehangen aan een B. Elke B, elke familiegroep die vindt dat ze groot genoeg is om eigen boontjes te kunnen doppen, die vraagt de gramang om een kapitein. Niet de overheid, niet de centrale overheid. Elk een, volgens de Maron-traditie, elk een die de centrale overheid vraagt om hem of haar als kapitein aan te stellen, is fout bezig. Dankzij zijn toewijding kreeg Santigrong toegang tot water, elektriciteit en verbeterde wegen. Daarnaast hielp Emanuels vele dorpsbewoners aan werk en droeg hij bij aan een beter leven voor de gemeenschap. Salomon Emanuels zal herinnerd worden als een pionier en een inspiratiebron voor velen. Hij laat 7 kinderen achter, waaronder 6 dochters en een zoon. Zijn overlijden laat een diepe leegte achter in zijn gemeenschap en daarbuiten.